is een gezellige binnenloop hier. Want... Het is een vrij natte boel geworden, nou, moet ik zeggen. Ook dat nog, ja. Want in de studio hebben we hoog bezoek. Die brommer die doet heng, 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 heng. Kom maar we doen heng, 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 heng. Die brommer die doet heng, 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 heng. Die brommer die doet maar. 538. Bas en Dylan. In de studio, niemand minder dan... Boer Ho! Welkom in de leukste avondshow van Nederland. Ja, dankjewel, Mio. Zeker van alles. Wat goed dat je er bent. We moeten het even uitleggen voor luisteren Nederland. Ik zie eigenlijk niks anders op mijn TikTok For You-page voorbij komen. Dat is alleen maar jouw fantastisch mooie gezicht. Ja, knap, hè? Ja. Knap. Ja, nee, zeker knap. Oh. Maar wat ik daar dan vooral bij hoor, is dat ontzettend catchy brommerskieken. Ja, dat is mijn nummer, ja. Ik bracht hier vroeger ook altijd in de schuur, brommers kieken. Maar wacht even, voordat we beginnen, mag ik? Ja. Want u wist dat Boer Harm zou komen, hè? Ja, zeker. Ik wat aan. Stef, kom eens even hier, mijn jong. Kom eens even bij papa, kom eens even bij Boer Harm, jong. Geef de jongens even een outfitje, mijn jong. Maar we moeten wel eventjes in stijl bij Boer Harm, mijn jong. Trek even overal eens aan, mijn jong. Ja, het is wel een XL'tje, mag ik hopen, in mijn geval. Ja, zeker. We hebben een XL'tje, mijn jong. Oh, wat super. Maar ik kijk naar die persoon gaan jullie. Ja, we krijgen van die... Nou ja, kan jij het even omschrijven, Eva? Nou, jullie krijgen nu een overal. Ja, een hele mooie donker turquoise van Boer Harm. Zodat jullie ook echte boerenjongens zijn. Ja. Mag ik daar met schoenen in? Nee, hè? Dat is niet handig. Ja, volgens mij moet dat juist. Ja, moet wel kunnen, hoor. Gewoon, jongens, gewoon gas geven. Als Bradem dus, mag niet. Gewoon gas geven. Maar je hebt dus ook al je eigen merchandise, Boer Harm. Bradem is met alles bezig, gehad. Ja. Ik ben zo druk. Ik heb nergens meer tijd voor me, joh. Ik vind dat je het nou geregeld hebt. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Volgens ons thuis komen. Oké, nu kunnen we praten, jongens. Ja, nu kunnen we praten. Ga even rustig zitten, jongens. Even lekker. Welkom bij 538. Boer Harm, jongens. Nu gaan we echt beginnen, hè. Oh. Boer Harm, mag ik even vragen, waar kom je vandaan? Laten we even bij het begin beginnen. Boer Harm, kom, dames en heren. Misschien wel uit Twent. Maar misschien komt u uit Drenthe. Maar misschien wel op Midden-Oosten. Oh, als je met shows volgt, mijn jong, dan komen we er misschien wel achter. Ja. Er hangt een enig mysterie rondom Boer Harm. Mysterie? Nee, ik ben goed Boer Harm, jongen. Goed Boer Harm. Ja, maar je komt vrij uit het niets. Ja, zeker. Ja, dan, altijd mensen verrassen. Dat hebben we geleerd, maar joh. Altijd mensen verrassen. En dan kwam hij. In één keer was hij daar. Boer Harm. Ja. Ja, maar zeg maar, waar zat je hiervoor? Waar zat ik hiervoor? Ja. Zat ik diep in het strand. Ja? Ja, zeker. En toen zag ik Bertha. Bertha is mijn liefde. Dat is mijn koe, hè. Op een goede dag is ze 40 liter per dag, mijn jong. 40. Op een dag kwam van de avond thuis en dan zat ze daar te liggen, jong. En af en toe, kijk, koeien worden rustig van muziek. Zoals toe, kom, reed door de stal weer wel. Nu kan muziek in aan, dan worden koeien rustig. Geef ze goede melk, veel melk. En in één keer dacht ik van, weet je wat, ik moet je wat mee doen. En toen ging muziek maken, ging bies maken. Ja. En in één keer kwam van de avond thuis, mijn jong. Bertha lag daar. We gingen knuffelen. Ik zei tegen haar, schat, wat moet ik nou doen? Wat moet ik haar nou doen? Misschien moet ik muziek maken, misschien moet ik rappen. En Bertha zei, moe! Ja, toen was het daar. Ja, toen was het daar. Toen kwam daar onder andere brommers kieken. Even voor ons, kijk, ik kom zelf uit Brabant. Dus ik kom niet uit de Randstad, maar even voor de Randstedelingen. Wat houdt dat in, brommers kieken? Oké, zijn er minderjarigen die luisteren? Nee hoor, nee, die hebben wij niet. Okay. Nee, die hebben we allemaal alweer gejaagd. Brommers kieken, joh. Maar je begon met stiekem zoenen, hè, dat is het eigenlijk. Maar als Bladen doet brommers kieken, dan is het echt brommers kieken, hè. Dat is gewoon flink van beel gaan. Flink vast gas geven. Ja, precies. Dat is even... Gewoon lekker aan het stelen, lekker naar zo. Ja, even lekker. Ja, gewoon heerlijk. Gewoon vol gas. Kijk, gas geven is alles. Rem is angst. En dat is gewoon brommers kieken, joh. Je moet niet bang zijn, je moet gewoon gaan. Nou ja, fantastisch. Hoe lang ga je kunnen teren op deze plaat? Want hij lijkt, hij staat nu voor mij op 1 in de viral 50 ook. Yes, zeg maar, ben je al bezig met wat nieuws? Want op een gegeven moment... Kijk, nu komt mooi. Bladem, doe alles zelf, mee, jong. Ik maak mijn eigen muziek. Ik schrijf af en toe een beetje heel weg van mijn nervie. Bleek hier, ja. Maar af en toe, mijn jong, maar voor de rest doe alles zelf. We hebben alles in eigen beheer, mijn jong. Ik heb al een album klaar liggen. We gaan flink gas geven. Dit is toch niks? Ik ben pas begonnen. Nou, dat geloof ik. Yes, maar als jij zegt, ik heb een album klaar liggen. We zien een hoop artiesten hier. Albums kunnen een jaar, anderhalf, twee op de plank liggen. Kijk, nu is het mooi, hè? Hoe lang moeten wij wachten op een Boer Harm album? Niet lang, mijn jong. Maar weet je wat mooi is? Ik ben fully independent. Bradem is niet afhankelijk van labels. Labels kunnen om een kloot zuigen. Bradem gaat volledig independent, mijn jong. Ik ga gas geven wat ik wil. Ik kan schrijven wat ik wil, kan uitbrengen wat ik wil, kan muziek maken wat ik wil. Godverdomme, shout-out naar Steve, mijn jong. De fresse eten zien, mijn jong. Ja, we gaan echt gas geven, jong. Dit is pas het begin. Ja, ik ben van niet afhankelijk.
Dat is wel super, zeg. Ja, kijk, zeg maar, ja, als je radio zit te luisteren, je moet het toch even snappen. Er staat een boer in de studio met een fantastische boerenoutfit. Ik zit, sorry, maar niet. Lekker aan een pilsie. We kunnen wel stellen, deze boer zit wat ruim in de huid. Daarvoor moet je TV 538 even aanhaken. Ik zocht even een omschrijving. Mocht je dat willen zien, check dan vooral... je kan het op TikTok zien, maar check vooral TV 538 even. Want zometeen ga je live in de 538 Delta Stage. Zeker, Miel. Maar voordat we live gaan, we zitten bijna op 1 miljoen streams, dames en heren. Bijna. Dus wat gaat Boeharem doen? Ik wil ze terug doen voor mijn fans. Ja. Dus bij 1 miljoen streams, dan gaat Boeharem samen met een scooterbedrijf uit Utrecht. Ja, welke? Dat ga je nog zien. Gaan we een scooter weggeven, Miel. Nee! Uitbrongen. Nee! Fantastisch. Dus wat moeten we daarvoor doen, jong? Volg Boeharem op de socials, de Boeren Rapper, en je gaat het zien. Oké. Okay. En dan gaan we gaan. Heel benieuwd. En je hebt ook nog allemaal dames meegenomen. Je hebt een heel peloton aan mascottes meegenomen. Wij willen even weten, dat is even belangrijk. Wordt er zo meteen, ik weet niet wat de verleden, of de, hoe je dat vervoegt. Brommers gekiekt. Wordt er zo meteen brommers gekiekt? Nou, oké, brommers kieken doe ik altijd met Grietje, dat is mijn schat. Ja? Moet niet al horen, maar dan kom ik achterna. Ja? Ja, en dan hebben we nog twee dames van de boerinnenkalender, jongens. Draai even horen. Voor de dames van de boerinnenkalender.